Hi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe videoblog over investeren. Vandaag vanaf de Veluwe, het bos. De plek waar wij als mens het gelukkigst zijn, waar wij thuis horen. Waar de lucht zuiver is en waar wij de partikelen uit de natuur direct in onze longen krijgen. De kleine deeltjes van de planten, van de bomen, van de aarde, die verstuiven bij het organisch proces van vergaan en opkomen. En die moeten in onze longen komen, die moeten op onze huid komen. Daar worden wij gelukkig van. Daar voelen wij ons het best bij en dat houdt ons lijf en leden ook gezond. Als je de lucht inademt van het bos, van een echt bos, niet een park met allerlei exotische planten die van ver zijn gehaald, dan zul je merken dat je longen en je luchtwegen zich reinigen. Ze beginnen zich razendsnel te reinigen. En je voelt je na zo'n dag ook helemaal weer verheven en een soort van opgewekt. Dat komt doordat die deeltjes jou gelukkig maken en jou gezond houden. Het is wat jouw lijf nodig heeft. Hier zijn we ontstaan. Europeanen zijn hier in het Europese bos ontstaan. Niet in kunstmatige steden, niet in onnatuurlijke steden, maar in de prachtige bossen van Europa. Ben je van oorsprong Afrikaans of Aziatisch, dan heb jij een ander soort bos waar je in bent ontstaan. En niet een stad. Het is niet zo dat andere volkeren in altijd steden zijn ontstaan. Nee, ze zijn ook allemaal in de natuur ontstaan. Dus het maakt niet zoveel uit of je Europees bent of Afrikaans of Aziatisch. We hebben allemaal een gemeenschappelijke geschiedenis van het ontstaan in het bos. Hier vraag je af, wat heeft dat allemaal van doen met investeren? Nou, ik denk zelf dat het heel goed is om het overwegen als investeerder, om te kijken wat je nu daadwerkelijk wilt in het leven. En of je in een stad wilt leven en daar continu onder stress en vervuiling staan. Of dat je zegt, ik wil liever in de natuur leven, waar mijn gezondheid maximaal kan profiteren van de planten om me heen, van het organische proces van vergaan en weer terugkomen. En ook het spirituele gevoel van onderdeel zijn van de natuur en van het terugkeren in de natuur. En ook om het bevredigen van jouw brein, jouw spirituele breindelen. Die willen namelijk natuur zien, die willen natuurlijke omgevingen zien. Steden zijn uiteraard niet natuurlijk, wij gemaakt, beschaving. In het bos voelen wij ons, in de natuur voelen wij ons van nature fijn en gelukkig. Dus dit is ook zaak voor mij als investeerder om dat doel te bereiken. Toen ik begon als investeerder was ik nog vooral gericht op naar een heel groot appartement in het centrum van een hele gave stad, zoals New York of Amsterdam of een andere grote stad. Kuala Lumpur lijkt me ook wel gaaf. Hè? Op zich, qua steden zijn het wel gewoon mooie steden, maar ik kwam erachter dat dat niet is wat daadwerkelijk gelukkig maakt. Mensen worden niet gelukkig in een stad. En ik merkte zelf ook dat ik niet gelukkig werd in een stad. En vandaar dat ik me ook ging verdiepen in het leven buiten de stad. En toen kwam ik ook achter dat ik wou eerst misschien een boerderij. Leuke boerderij. Maar een boerderij is natuurlijk ook gewoon een vorm van beschaving. Een boerderij, dat is niets anders dan een plek waar we de grond hebben, het bos hebben weggehaald. En waar wij dan uiteindelijk plantjes zijn gaan planten die wij gaan consumeren. Maar het is niet zo, zoals je van het bos, van die paddenstoeltjes hier op de grond, dat je die verzamelt. En dat je eigenlijk de natuur laat zoals het is. Je hoeft het niet aan te passen. Je kan er gewoon uit nemen wat je nodig hebt. Als je leert jagen bijvoorbeeld, dan kun je zelfs helpen om de natuur in balans te houden, door de dierpopulatie onder controle te houden. En op zo'n manier kom je weer terug in de natuur en op zo'n manier zul je daadwerkelijk weer 100% gelukkig worden. Het is niet dat ik nou zo ongelukkig ben, maar ik denk dat ik gelukkiger ben in de natuur. Ik denk dat iedereen gelukkiger is in de natuur. Als ik eventjes door de Instagram en Facebook dingetjes posts kijk, dan zie ik toch altijd mensen die verlangen naar bossen, naar buiten zijn. Dus ik denk dat het gewoon hele menselijke, natuurlijke verlangen is, omdat we daar gewoon vandaan komen. Wij komen hier vandaan. Wij komen uit de rust, het groen, de chaos van de natuur. Hè? Want kijk, als je kijkt, het is gewoon één grote chaos van stokken, takken, planten. Er zit helemaal geen orde in. Maar het geeft ons desondanks rust. Heel leuk. Natuur is heel veelzijdig. Hè? Je hebt chaos en daaruit vinden we rust omdat het natuurlijk is. Dus ik denk dat dat zelf als investeerder, dus mijn optiek is dat het hoogst haalbaar. Ik denk ook dat je dat in acht moet nemen. Dat hetgeen is wat je gelukkig maakt. Ik denk niet dat je gelukkig wordt van, als investeerder van een hoop geld en dan in een of andere stad gaan een soort van wegteren in de luchtvervuiling, in de onnatuurlijke situatie en met alle stress die dat met zich meebrengt. Hè? Net als nu weer verkiezingen en wat gaat dat weer opleveren voor de stad, wat gaat dat weer voor chaos, hè? Rellen. Nou, ik zie hier in het bos zie ik geen rellen. Ik zie hier geen rellende mensen. Ik zie hier geen politiek. Het is gewoon stil hier. Het is rustig. Je voelt je prettig. Hier zijn geen mensen boos omdat je een of andere ideologie aanhangt die zij niet aanhangen. Dat is ook heel fijn. Dat is het mooie van de natuur. Daar spelen al dat soort dingen. Het is allemaal mensenwerk. Het is allemaal door mensen gemaakt. Het is chaos. Kijk maar. Je doet allemaal takken en dennenappels op de bodem. Maar het is toch prettig, want het is allemaal heel vredig. Kom je een dier tegen, dan vliegt daar een vogeltje. Nou, die vliegt gewoon rustig weg. Die gaat mij niet lastigvallen met allerlei ideologieën. Met allerlei verhalen over hoe ik, weet ik veel wat, schuld heb aan dit en dat en zus en zo. Het is gewoon heel fijn. Het is heel prettig, heel neutraal. Leuk. Dus dat is denk ik wel belangrijk om, als investeerder, om daar bewust van te zijn. Dat je een doel moet hebben en dat het ook zo is, en dat is ook heel belangrijk, dat dit doel haalbaar is. Dit doel is veel haalbaarder dan het leven in een grote stad, want dat kost enorm veel geld. Als je leeft in een grote stad, dan betaal je enorm veel belastingen, betaal je enorm hoge prijs om te wonen. Je betaalt overal de hoofdprijs voor. En dat heb je niet in de natuur. Bosgrond kost geen fluit. Natuurgrond kost niks. Leven buiten de stad is veel goedkoper, vele malen goedkoper. Een huis bouwen buiten de stad is veel goedkoper. Dus het is een veel haalbaarder doel. Ik denk dat dat ook eerlijk is voor de mensen die aan dividend investeren of aan crypto-dividend investeren doen. Of die crypto investeren sowieso. Of investeren in het algemeen. Dat het een heel haalbaar doel is om in de natuur te gaan leven. Je kan bijvoorbeeld met een containerwoning kun je ook heel voordelig wonen. En ja, dat is interessant. En dat is haalbaar. Ik denk dat het realistisch moet zijn. Ik wil graag altijd een realistisch verhaal vertellen. Ik wil niet een verhaal vertellen van onmogelijke zaken, van dingen die niemand kan bereiken. Of die misschien een hele kleine groep kan bereiken, die heel extreem succesvol is. Ik vind het moet voor iedereen met alle middelen haalbaar zijn. En ik denk wel dat je daardoor dus dan wel van het idee af moet dat je een coole urban hipster bestaan gaat leiden. Dus dat je inderdaad ervan afstapt het idee dat je een heel cool bestaan in een stad moet gaan nastreven. Ik ben sowieso van mening, ik kom uit de stad, dat het daar, het heeft zijn voordelen, maar je kan er ook gewoon naartoe wanneer je wilt. Je hoeft niet tegenwoordig 24 uur per dag in het bos te gaan zitten. Als je daar woont, kun je ook gewoon rustig eens de auto pakken en naar de stad gaan. Het is helemaal geen probleem. Dus je hoeft niet helemaal niet. Het is een goud idee van mensen. Oh ja, woon je in het bos? Oh, wil je in het bos wonen? Nou, dan ga je een heel saai leven tegemoet. Nou ja, weet je, dat is ook een beetje onzin. Als je dus nog wel wilt genieten van die stad, dan kan dat. Het is gewoon allemaal dichtbij. Zeker in Nederland is dat gewoon makkelijk te doen. Maar dit zijn haalbare doelen. Het zijn voor mensen die investeren haalbare doelen. Dus die containerwoningen, dat is best wel eens leuk om eens naar het googlen. Om daar op te googlen heb je bedrijven voor die dat regelen. En heel vaak heb je het idee van containerwoningen. Ja, dat is toch van die zeecontainers waar studenten in wonen. Ziet er niet uit, spuuglelijk. Nou, tegenwoordig is dat al helemaal handig. Dus je kan het helemaal inrichten zoals je wilt. Het is een stuk goedkoper en een stuk betaalbaarder. Een stuk haalbaarder dus voor investeerders. En stel dat je op een gegeven moment je passief inkomen hebt van €1200 per maand, zeg maar wat. Nou, dan kun je daarvan makkelijk die hypotheek betalen die je voor je containerwoning hebt. Het natuurlijk mooier is natuurlijk als je gewoon in één keer die woning kan betalen. Maar ik hou het graag eventjes realistisch en reëel. Maar als je dus zulke doelen, als je bewust wordt van die optie, dat het ook gewoon een optie is om in de natuur te leven, dan zul dus die stress van presteren, van dat je zo'n appartement moet hebben in die wijk en met die groep mensen moet omgaan en et cetera, die valt dan weg. Die druk valt dan van je af en geeft je gewoon veel meer mogelijkheden, geeft je gewoon veel meer vrijheid. Plus je wordt er ook nog eens gezonder van, frisse lucht. De kleine partikelen die hier rondvliegen, hè, die bomen die geven continu hun DNA af, hè, die vervellen ook. Maar wij krijgen dat in onze longen. Dat is goed voor ons. Ons lichaam die herkent die natuurlijke deeltjes wel. Herkent niet al die giftige, onnatuurlijke delen die in de stad worden verspreid. Hè, waar wel alleen maar beton is. Waar exotische planten worden geplant die helemaal niet hier thuis horen. Die heel erg verstorend werken. Waar allemaal afval ligt. Dat weer ook allemaal giftige processen in beweging brengt. Nee, in de natuur is dat niet zo. Dus het is eigenlijk dubbel op. Je hebt en je wordt hartstikke gezond in de natuur en het is ook nog eens goedkoper. Dat is mijn voorstelling van zaken. Het is gewoon iets wat ik graag met jullie deel. Ik vind het leuk om mensen een beetje een soort richting te geven van wat mogelijk is. Je hoeft helemaal niet, als jij lekker in de stad wil wonen, moet je het allemaal zelf doen. Allemaal zelf weten. Dat is prima. Alleen je probeert natuurlijk te inspireren. Hè? Vloggen is proberen mensen een beetje nieuwe ideeën te brengen en dat te delen. En dit lijkt mij gewoon een heel mooi idee. Moet je je voorstellen dat je wakker wordt en dat je gewoon lekker zo hier met je hond of met je kinderen eventjes in het bos loopt. Nou, en prachtig mooi. En het is niet duur, want je hebt dus, die grond is goedkoop. Je kan voor laagprijzen woning kun je bouwen. En je kan gewoon gelukkig zijn. Dat is veel haalbaarder dan al die andere dromen van grote huizen en weet ik het wat, Saint-Tropez of noem het maar op. Nee, dit is haalbaar. Dit is ook wat heel veel mensen graag willen. Mensen hebben helemaal niet zoveel hoge eisen. Ze hoeven helemaal niet de beste, de snelste, de stoerste te zijn. Ze vinden het vaak ook heel erg prima. Alleen, het is vaak zo dat ik zeg, ja, kan dat wel? En is dat mogelijk? Ja, dat kan dus. Je kan voordelig in de natuur leven. Maar je zou dus verdiepen in bijvoorbeeld in containerwoningen of in andere vormen van wonen. Je kan bijvoorbeeld ook een houten huis laten ontwerpen. En die wordt dan bijvoorbeeld in Finland worden die dan gemaakt en die worden dan verzonden. Die worden naar Nederland verzonden en daar kun jij ze dan in elkaar gaan zetten. Kijk, dit is natuurlijk niet helemaal de natuur. Hè? Hier lopen ook bandensporen. Dus hier de Veluwe is natuurlijk wat dat betreft ook eigenlijk een groot park. Dus wil je echt de natuur, dan zou je natuurlijk naar Scandinavië kunnen. Maar dat is dan wel weer ver van ons mooie Nederland. Wil je nou meer weten over investeren? Volg dan ook op Facebook. Staat hier in beeld. Je kan ook naar de website www.bitcoinhulp.com als je hulp wilt. Persoonlijke cursus bij het investeren van crypto. Ik help mensen om de basis van crypto uit te leggen en te helpen met een portfolio opbouwen. Ook te helpen met het kopen van bitcoin. Hoe doe je dat veilig? Hoe doe je dat voordelig? En hoe doe je dat ook snel? Hè? Zodat je niet omslachtige wegen hoeft in te gaan. www.bitcoinhulp.com. Als je interesse hebt, krijg je van mij een cursus. Ik help je dus ook. Ik leg je echt de basis uit die heel essentieel is. Ik heb vanaf 2013 zit ik al in de crypto bitcoin. Dus ik denk dat ik wel een grote waarde kan toevoegen voor beginnende crypto-investeerders. En daardoor sneller ook je doelen te behalen. Zoals gezegd, het is echt een cursus. Het is geen financieel advies. Dat doe ik niet. Maar het kan je helpen met het snappen hoe je een goed crypto-portfolio opbouwt. Dat was voor vandaag vanuit de Veluwe. Zeg ik bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.